Yo, beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag een rare intro, ik sta hier zo onder een spot op een speciale plaats in Antwerpen. Ik ben vandaag bij Antwerp Customs, bij Lars, en ik heb die heel toevallig tegengekomen na mijn slechts gedane auto. Dus ik heb mijn auto laten rappen en ik heb mijn auto binnenkant de sterrenhemel voorzien. Maar de concurrent van Lars heeft het helemaal niet goed gedaan en ik ben helemaal excited. Dus ik ben benieuwd, ik heb net binnengereden al, dus we gaan gewoon even aankloppen. Zodat de poort open gaat. Mijn auto staat al binnen en die wordt gewoon opnieuw gedaan. Dus we gaan even kennis maken met Lars. Welkom. Hier is ze. Binnen. Zalig. Hier staat mijn auto. Met de Lars binnen. Ik dacht dat die gatjes normaal waren. Maar blijkbaar mocht je geen enkel gatje zien. Klopt. Dat klopt. Niet eens voelen, niet zien. Je mocht ze niet voelen, je mocht ze niet zien. Enkel als ze aanstaan. Nu, bij mij zie je dat wel. Bij mij. Yes. We gaan eerst eens kijken bij mijn auto waarom ik er eigenlijk ben. Want iedereen zegt van, allee, die sterrenhemel dat is zo mooi. Want ja, als het donker is, is dat wel mooi. Klopt. Als het donker is, is dat kei mooi. Maar als het licht is, dan schaam ik me eigenlijk om in mijn auto te rijden. We hebben nu een witte sterrenhemel, of ja, een witte hemel. Maar Lars gaat daar. Alcantara. Oh, dat gaat fucking nice zijn, man. Wacht, ik ga even mijn auto openen. Je ziet hier al zo van die... Hoe is het? Ja, dat is, ja. Van die gaten. En die branden niet? Nee. Oh, jongens. Nee, die branden niet. Deze, ja, dat zijn lampjes, die branden wel. Maar die, ja, dat is echt absurd, hè. Ja. Zoals je kunt zien, dat is vol met vegen ook. En zie je, dat zijn gewoon gaten. Je mocht eigenlijk geen gaatjes zien. Klopt. Als de sterren uitstaan. Ja, zet ze eens uit. Het kastje ligt in de deur. In de deur, daar. Daar. Kijk, zie. Ja. Je mocht ze niet zien, hè? Klopt. Dit is schandalig. Dat is toch niet normaal, maat? Snap je niet waarom ik zo in een dag mij schaam om daarmee rond te rijden? Zie, jong. Op camera ziet het er echt nog veel erger uit, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dat klinkt echt niet goed. Dat is niet meer te redden, dus je gaat die herbekleden. Maar wat is, ja, voor de mensen die kijken, herbekleden, voor mij klinkt dat wel vanzelfsprekend. Klopt. De hemel bestaat eigenlijk uit een laag van een harder karton. En daar een schuimlaag tussen en dan de stoflaag. Ja. Dus wij gaan de schuimlaag en de stoflaag weghalen. En die volledig opnieuw steken, want je ziet zelf, er zitten overal gaten in, dat is helemaal verpest. Dus wij gaan die volledig opnieuw moeten herbekleden. Dus nieuwe schuimlaag, nieuwe stoflaag erover, gelijk Alcantara voor een mooie zachte effect. En dan gaan we er nieuwe sterren in steken. Dus eigenlijk gewoon compleet een nieuwe nemen, want ik dacht ja, dat er gewoon een stof over deze ging. Nee, dat gaat er gewoon ook nog af. Die gaan er helemaal af, de schuim wordt er allemaal afgekrapt, dus dat we helemaal terug helemaal vanaf nieuw beginnen. De Lars. Wij gaan dat regelen. Die gaat dat regelen voor mij. Dat is wel super lief van hem. Laat eens even zien hoe dat er uiteindelijk wel moet uitzien, want ik zie daar... Yes. Al een super mooi voorbeeld hangen. We gaan eens kijken. Dit is dus onze demo-sterrenhemel. Ja? Als wij klanten bij ons op de zaak krijgen, dan gaan we ook altijd laten zien hoe de afwerking is. Dat ze van tevoren weten hoe het eruit ziet. Dat we achteraf niet meer verrassingen te komen staan, zoals bij jou het geval is. Ja, zeker. Je ziet ze inderdaad niet zitten. Je voelt ze ook niet. Dus het is niet dat je hier je hand al was. Zie, dus je kunt effectief zien. Je ziet dat echt niet zitten, hè? Dat kan toch niet, hoor. Zo zou een sterren helemaal eruit moeten zien. Allee, joh. En je kunt ook van kleurkens veranderen en zo. Yes. En deze ook, ja. Dus wij kunnen alle kleuren gaan veranderen via een app die erbij komt. Dus nu staat alles blauw. We kunnen ook wit zetten, zoals de klassieke Rolls-Royce sterren. Oh, joh. We kunnen in principe echt elke kleur gaan elke instellen. Elke kleuren ook mengen en zo. Yes, klopt. Ah, dat is wel vet, man. Wat ik persoonlijk ook altijd heel mooi vind, is de multicolor. Oh ja. Ja, dat is wel chic, zo mooi. En dan deze, dat zit eigenlijk dan in de koffer, neem ik aan? Of ja, waar steekt dat? Dit zit meestal achter de bekleding in de koffer. Ja? Dus die werken wij volledig weg, dat er niks aan zichtbaar is. En vertel eens, dus Lars, jij doet de sterrenhemels. Wat doe jij nog? Waarom zit je ermee begonnen? Dat is ook wel leuk om te weten. Eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ja? Dus vooral in mijn eigen auto, veel gewerkt, veel dingen aangepast altijd. Je denkt altijd, ik ga er maar één dingetje aan aanpassen en dan uiteindelijk bouw je heel de auto om. Inderdaad. En dat is zo'n hobby geworden. Ik en een vriend van mij die doen dat heel graag. Dus we dachten, oké, we kunnen dat ook voor andere mensen doen.
Oké. Okay. Dus, nu doen wij vooral sterrenhemels. Dat is iets dat ik al jaren super knap vind om te zien. Ja. Lijkt mij niet makkelijk, want je ziet nu de voorkant van de sterrenhemel, maar het heeft ook een achterkant, hè. Zie. Allee, joh. Yes. Ja, dat gaat wel werken. Dat is wel absurd. Daar gaan je per ster 4-5 handelingen doen. Je moet elk gatje uittekenen, prikken, ster steken, lijmen, afknippen. Dus dan maar 600, daar ben je wel even mee bezig. Ja. Ja. En voor de rest? Okay. En voor de rest zitten we nog? Gordels doen we ook veel. Oké. Okay. Remklauwen spuiten, dat zijn dingen die we ook nog veel doen. Dat is ook niet goed gedaan, dan moet je ook naar kijken eigenlijk. Als je dat zo bekijkt. Ja, remblok is ook meegespoten, zie ik. Dat is, ja, dat is allemaal, ja. Ik denk dat ik met mijn twee linkse poten het ook had kunnen. Ja, dat is ongelooflijk. Maar dus, goede gordels, remklauwen, sterrenhemels is een voornamelijk, ja, je ziet het. Klopt. Supergooi. Doen we nog montage van tuningsonderdelen, repping van onderdelen, bijvoorbeeld een chromeliets doen we nog, een dak zwart reppen, interieur reps, vooral accent reps, ja. Laten zien, dat is dus een gordel. En dan denk je dat het belangrijk is dat we dat andere stukje. Dit is dus een gordel die dus op het uiteinde, Lars, yes, klopt, die er zo in, uitziet. Dit stuk zit dus in het oprolmechanisme van de gordel. Dus het gaat ook enkel belast worden als de gordel op zijn maximaal is uitgerold. Maar dit is met één lijntje gestikt. Als je een accident hebt, dus ben 100% zeker dat die gordel jou niet gaat vasthouden. Er zijn dus mensen die dus gordels verkopen. Zo. Dus weet dat kwaliteit en kwantiteit, dus het geld, kwaliteit, kwantiteit, dat is belangrijk. Ik snap wel dat mensen willen sparen op zoiets. Op een sterrenhemel kunnen dat doen. En dan heb je dus voor wat ik voor heb. Dus je betaalt misschien liever iedere keer meer dat deftig gedaan is. Want nu moet het twee keer gedaan worden. Dat is punt 1. En punt 2, voornamelijk een gordel. Dat als ik zelf eens een accident krijg, ik krijg een klapband waar dan mijn concurrent uiteraard, of de concurrent uiteraard, ook nog twee chicletten in had gestoken. Hetzelfde geld ontploft in band ook. Als ik dan nog een keer gordels had gestoken, dan had ik een heel groot probleem gehad. Want dan was ik misschien niet meer aan het vloggen nu, want dan kon ik het niet navertellen. Dit is de module die wij gaan verwerken. In mijn auto. In de auto. Dit is de Antwerp Customs module. Dit is niet een... De gewone standaard module die je overal kunt kopen, maar deze is door ons zelf samengesteld bij een leverancier met duurzame materialen. Dus wij zijn ook de enige die daar levenslange garantie op kunnen aanbieden. Zo chic. In plaats van 2 jaar bij de gewone modules. Oh. En deze modules kunnen ook bijvoorbeeld multicolor. Die kunnen er gewoon alle kleuren uitstralen. En die is ook een pak compacter, dus die is altijd gemakkelijk weg te werken in de auto voor een mooi clean resultaat. Oké. Dan heb ik nog een vraag die spontaan in me opkomt. Dat is zelf samengesteld met een producent en dat is van nu, je geeft daar een garantie op, oké. Maar nu stel ik mij de vraag, in veiligheid dan weer, wordt dat warm? Kan dat in brand schieten? Want dan heb ik weer bang, als dat je dan door goedkopere, dus bij concurrenten gaat, en je pakt zo'n goedkope module, is dat altijd brandveilig? Deze is altijd, die wel. Deze is altijd brandveilig, omdat dit ook, je voelt als je aan die module voelt, die is altijd koud. Dus met speciaal die aircraft aluminium gemaakt. Dus die zorgt ook altijd voor een goede geleiding van de warmte, want de projector van de LEDs en de motor die voor de fonkel zorgt, die produceren wel warmte. Maar omdat het met aircraft aluminium en thermische pasta is gemaakt en die wordt altijd tegen de wand van de auto weggewerkt. De enige echte Ridley Daniels. Wat zit er? Ik ben een kleine 53 minuten te laat, maar ja, te laat is ook nog. Te laat is ook nog op tijd, hè. Ja. Ja. Ridley, Lars en Ridley. Ja, goeiedag. Je doet een figuur, ja. We waren net een outro aan het doen eigenlijk. Of ja, een outro van hier bij de Lars. Even kijken. De nieuwe sterrenhemel gaan we steken. Yes. En dan kom ik die binnen 1-2 dagen halen. Zondag gaat die klaar zijn. Dus 2 dagen. Beloof niks, maat, want zelfs de geld komt er echt heel veel nest, dat gebeurt het niet. Hè? Maar zondag is het klaar. Normaal gezien, tenzij ze echt veel schade hebben achtergelaten. Maar we laten maar weten, moest je zijn, ik raak niet klaar, we moeten niet helemaal kapot werken, dan kom ik een maandag halen. Of, dan zien we wel dat we het regelen. Hij komt mij zondag sowieso brengen, maar is dat niet in orde, dan eigenlijk iets anders. Ja, dat we, hè, dat in orde is. Voor de kijkers van onze Berlo, als jullie nu zelf ook jullie auto willen binnenbrengen bij ons, voor alles in één keer van de juiste, op de juiste manier te laten doen,
dan kunnen jullie via Dardo nog een korting krijgen van 10% op onze sterrenhemels, gordels en remklauwen. 10% korting op de sterrenhemels, gordels en remklauwen, jongens en meisjes. Gewoon maar te zeggen dat je via mij bij hem terecht zou komen. Dus laat het zeker wel eens weten als je interesse hebt. Dan stuur ik die gegevens door. Staan ook in de beschrijving van de video, uiteraard. En 10% dat is niet niks. Want ja, een sterrenhemel heb je ook niet voor 10 euro natuurlijk. Dus 10% is heel veel korting. Dus ik zou zeggen, ja, dat is een heel mooi korting, man. Dat is echt mooi, dat is echt chic. Oké, ik heb mijn jas al aangedaan, want ik ga nu met de Ridley mee naar huis. Lars, die gaat mijn auto opnieuw doen. Dus mijn sterrenhemel gaat er binnen enkele dagen geweldig uitzien. Zoals hij daar mooi tentoongesteld staat. Het is heel simpel. Ik ga naar huis chillen met Ridley. En jij gaat vanaf nu verder filmen. Hij gaat verder filmen met zijn camera, met zijn iPhone. Dus we gaan, ja, we gaan het zien. Hè. Jongens en meisjes, geniet er nog van de mooie sterrenhemel, want zo ziet het er nu uit. Ja, zoals hem er eigenlijk zou moeten uitzien, niet is, hè, met die gaten in. Normaal mogen we het niet zien. Dus we gaan zien wat Lars ervan gaat teweeg brengen. Ik heb er alle vertrouwen in. Het is nu zaterdag, we gaan eerst beginnen met de hemel te demonteren. Daarna gaan we kijken naar alle schade die ze hebben aangebracht. En dan gaan we de hemel opnieuw herbekleden, nieuwe sterren insteken. En dan gaan we alles in elkaar steken. Dit is ook een fout die we veel zien bij andere sterrenhemelinstallers. Dat is het gebruiken van de verkeerde lijm. In dit geval is er warme lijm gebruikt met de lijmpistool. En dit zorgt niet voor de juiste richting die je zoekt bij een sterrenhemel. Ook als de auto in de zon staat, wordt die lijm terug vloeibaar en komt het gewoon los. Dus zoals je hier ziet, de sterren die komen er zo terug uit. Die zitten niet vast. En dit is zeker niet wat je zoekt bij de installatie van de sterrenhemel. Waarom wordt deze lijm nu toch vaak gebruikt? Dus het zorgt voor een snelle installatietijd, aangezien je niet de lange droogtijden hebt van de lijm. Daardoor krijg je de auto vaak dezelfde dag terug. Nadeel daarvan is dat de levensduur van de sterrenhemel aanzienlijk vermindert door de slechte hechting. De hemel die is weer helemaal herbekleed in het Alcantara. Dus deze is weer zo goed als nieuw. En dan gaan we nu beginnen met de sterren te installeren. We zijn aangekomen bij het laatste deel van de sterrenhemel. We zijn nu alle sterren mooi aan het trimmen. Zoals je ziet, zijn ze allemaal mooi vlak. Je voelt ze niet. Het staat ook super mooi met het nieuwe Alcantara. Oké, we zijn aangekomen bij Antwerp Customs. En mijn auto is klaar. En? Tevreden? Zeker. Ja? 100%. Ja, dat is een wereld van verschillen. Oh, yo, check this. Zie. Wacht. Zie, je kunt er zelfs, dat is Alcantara, dus je kunt er zo'n beetje op tekenen. Dat is wow, dat is super zacht. Al die sterren. Wow. Dat is wel. Hier ook, dat hebben ze ook veranderd. Dat is ook helemaal aangepast. Hier hebben ze ook gewoon gespoten. Dat is ook aangepast. Deze ook. Ja, dat is wauw, man. Hoe lang ben je daar nou aan bezig geweest eigenlijk? Oh, ongeveer 30 uur, de man. 30 uur? Ja, dat is absurd. Dat is echt absurd. Ja, dus het was niet. Nou, nu zat de camera aan, mogen we het nog een keer zeggen, hè? Ja, het was de moeite. Ja, ze hebben het gezien, want hij heeft ook een paar filmpjes gemaakt. Wat hem is tegengekomen. En we hadden verwacht dat het wel erg ging zijn. Maar zo erg. Ja, het sloeg echt alles. Heel veel clipjes kapot. Die sterren die kwamen er allemaal één voor één heel vlotjes uit. Ja, dat heb ik gezien. Die hadden niks vast. En dat gerammel, heb je dat nu gevonden? Was het dan? Ja, dat was gewoon zo'n losse ster dat er tussen zat. Ja. Allee, joh. Ja. Absurd. Echt absurd. Ja, is volgens mij verbonden. Want nu is hem uit. Ja, wacht, ik kom er een eentje staan. Ik denk dat ik verbonden ben. Want nu is hem uit. Zie, als het uit is, zie je ook geen sterren zitten. Dat is, ja, dat is absurd. Ja, dat is wel heel anders, ja. Deze is echt wauw. Een dikke chapeau, want je hebt eigenlijk van iets heel kut iets goed moeten maken. Tegenover, ja, als de mensen nu bij u komen,
trouwens, je hebt 10% korting, niet vergeten. Dan krijg je een hemel die proper is, die niet geplooid is, die niet bestoken is en allemaal weet ik veel welke apparatuur. En dan is dat veel leuker werk, want deze kan me inbeelden dat dat heel leuk werk is geworden. Nee. Dat is oh maat, what the fuck. Eigenlijk een weekend afgezien. Die mannen hebben gewoon van 's morgens tot 's avonds bezig geweest om hun auto klaar te krijgen. Absurd. Yes. Absurd. Dat ziet er ook 10 keer zo dik uit binnen. Jij ook, maat, dikke merci. En wanneer ook niet op beeld komen, alle respect voor, maar ze waren dus met 2, ze hebben met 2 gewoon 30 uur geknald dat hun auto klaar geraakt. Dat is absurd. Ja. Dus, ik ben benieuwd wat de mensen ervan gaan denken in meerijden, want die zeiden allemaal bij de vorige wauw, en ik zei altijd, jongen, dat is niet wauw, dat is niet goed gedaan. Dat moet anders, maar binnenkort wordt hem opnieuw gedaan. En nu wordt hem opnieuw gedaan, hij is opnieuw gedaan. Dus ik ben benieuwd wat de mensen gaan zeggen. Dus dat is wat erin stak eigenlijk. Dus, overal gaten, alles kapot. Ja, dat is echt wel... Ja. Verschilletje. Dat is een verschil, ja. Ja, natuurlijk hebben we dan aan de grond gelegd, dus een beetje. Ja, ja, dat is logisch. Nee, want zoals je kon zien, dit is dan uiteindelijk hoe het moet. Hè? Maar dan krijg je daar niet afgetrokken. Je kunt het gewoon aantrekken. En bij mijn vorige hemel konden het daar dus gewoon afblazen bijna. Dan denk ik, als je er met hoge druk op ging, met luchtdruk, dat het er gewoon afgeblazen werd. Dat was niet nodig. Dat was niet nodig. Je kon alles gewoon netjes eruit halen. Oké. Ja, en voor de rest hebben jullie ook alles gezien. Hij heeft ook alles gefilmd. Die beelden hebben jullie gezien. Dus het is niks gelogen. Het is gewoon gedaan en gefilmd. Ik heb gevraagd om dat ook op beeld te zetten. Ik vind dat wel belangrijk, omdat hij zegt altijd in zijn verhalen van... wat zeg ik altijd? Goedkoop is duurkoop. En wat bedoel je daarmee? Ja, als je ergens iets goedkoop laat installeren en het is niet goed gedaan, en dan moet het achteraf opnieuw laten doen... Dan ga je dat 2 keer betalen. Dat is 2 keer. En je kunt dat wel zeggen, en dat is gewoon omdat het een verkoopspraat, want iedereen zegt dat, maar je hebt het nu gezien. Dus hier heb je echt kwaliteit, hè. En je betaalt misschien iets meer dan de goedkope, maar je ziet wel, ja, nu is 2 keer. Zo moet je dat bekijken. En je zet ook zeker, als je je geld betaalt voor iets wat je wilt, dat je dat ook krijgt. Ik vind het belangrijk. Als je op restaurant gaat en je betaalt voor een goed stuk vlees, verwacht je dat dat lekker is. Yes. Anders voel je in een zakje zitten. En dat is ja, perfect, hè.